zijn er 4 brieven die over het timesharingproject gaan. Maar gezien je houding lijkt het het beste als je alles leest. Daarna trouwde Sarah met Jack Redford. En die runt sindsdien het bedrijf. Juist. Maar Edward heeft zelfmoord gepleegd. Dat moet u weten. Het heeft in alle kranten gestaan. Ja, een treurige zaak. Groot pianist. Treurig. Maar niet voor Jack. Hem kwam dat heel goed uit. Wat zegt u nou hier? Die twee konden totaal niet met elkaar omschieten. Edward vertrouwde Jack. En volgens mij had hij daar gelijk. Jack wist dat zolang Edward in leven was, hij nooit de volledige zeggenschap over de zaak zou hebben. En daar was hij al jaren om uit. Voor alle duidelijkheid. Dus volgens u heeft mevrouw Redford geen zelfmoord gepleegd, maar werd ze vermoord? Ja. Door haar man. Dat heb ik niet gezegd. Niet met zoveel woorden misschien. Dat is aan u om uit te zoeken wie haar vermoord heeft, inspecteur. Maar dat het moord was, daar twijfel ik niet aan. Mag ik u een persoonlijke vraag stellen, meneer Curtis? Bent u uit uzelf weggegaan bij Donington? Of hebben ze u eruit gegooid? Ik had een knallende ruzie met Jack Redford en daarna pakte ik mijn biezen. Dat is heel wat anders dan eruit gegooid worden. Waarom niet? Waar? In ieder geval heeft het niets te maken met wat er met mevrouw Redford gebeurt. Dat ben ik heel met u eens. Waarom begint u er over? Daar heb ik een goede reden voor, meneer Curtis. Een heel goede reden. En daar moet ik verloopt even wel uit. Het spijt me, maar dat kan ik niet accepteren. Oh nee? Nee. Ik heb u antwoord gegeven op uw vraag. En nu vind ik dat ik het volste recht heb om te weten waarom... Sarah! Hallo Joffrey. Wat lief van je om langs te komen. Maar ik dacht dat je... Gaat het nu wat beter, mevrouw Redford? Ja, het spijt me dat ik even moest gaan liggen. Ik voelde me ook zo ellendig, maar nu red ik het wel, dat verzeker ik u. Ik begrijp er niets van. Wat is hier vanmorgen gebeurd? Wat er gebeurd is? Weet jij dat dan niet? Dus ik liep mijn nichtje van het tegen mijn lijf. En die wist te vertellen dat jij zelfmoord gepleegd had. Dat ik zelfmoord had gepleegd? Ja, maar wat is hier dan wel gebeurd? Jack is dood. Zijn lichaam werd in het zwembad gevonden vanmorgen vroeg. Jack? Hij is vermoord, meneer Curtis. Ik moet naar de studio. Ben je op de buis vanavond? Morgenavond. Vanavond hebben we werkbespreking. Dat zal mijn vriendin deugd doen. Ze is dol op jouw recept. Mijn culinaire prestaties die reiken niet verder dan een uitsmijterhal. Maar zelfs een uitsmijter kun je nog verknallen, mijn beste dokter. Dat is waar, zonder meer waar. Neem me niet kwalijk. Meneer Jordan is er. Mevrouw had een paar bier gekomen naar te geven. Oh, maar dan is ze nog gekomen. Nee, dat ik heb ze niet gezegd. Oh, nou laten we beginnen. Van? Goedemorgen, mevrouw. Inspecteur. Mevrouw Redford belde me een half uur geleden op. Ze wou me onmiddellijk spreken, zei ze. Nou, zij is ook wel op. Nee. Ze heeft opnieuw een schok te verwerken gekregen. Vannacht is er een goede vriend van haar gestorven. Ja, ik weet het van meneer Curtis. Laat dan van, arme kerel. Ik ga Sarah zeggen dat u er bent. Dokter. Toen wij het laatst over mevrouw Redford hadden, vertelde u mij dat haar man zich zo... Ergens had ik gehoopt dat hij spijt zou hebben, maar ik had het mis. Irene liet hem volslagen koud, evenals zijn andere slachtoffers. Op dat moment kwam ik erachter dat Jack niet zomaar een keiharde zakenman was, maar het was een monster. Een volslagen gewetenloos mens die alleen maar aan zichzelf dacht. En op dat moment vatte ik het plan af om hem te vermoorden! Ja, ik wist het, dat Jack elke derde donderdag van de maand een zitting bijwoonde van de gemeenteraad. Meestal was die zitting om 6:00 of 7:00 afgelopen. Ik was hier die donderdagavond al even over 7:00. Ik parkeerde mijn auto aan het eind van de laan en ik liep naar de tuinpoort en verscholde daar achter een dikke kop. Het duurde nog ongeveer een kwartier voor het zeggen. Toen ik de poort wilde openen, kwam ik tevoorschijn. Ik had een revolver. Hij stond echt op het punt om neer te schieten.
armen in de lucht en hij bad. Hij smeekte me om niet te schieten. In plaats van dit door medelijden. Ik heb hier al een tijdje rondgelopen. Ik moest hem aan iemand kwijt. Ik heb er eens over nagedacht om het aan Rien te vertellen. Kees, geef dat terug! Sarah, alsjeblieft! Geef terug, Kees! Je hoeft niet zo tegen me te schreeuwen. Geef het dan ook terug! Laat mijn arm los. Wil je? Sorry, Kees. Ik neem me niet kwalijk. Ik weet niet wat me bezielde. Spijt me. Jij bent de enige die dit onder ogen heeft gekregen? Ja. Cliff heeft het aan niemand anders laten zien. Nee. Maar het is alleen maar een theorie van hem. Alleen maar zijn eigen persoonlijke mening. En hij praat er met niemand anders over. Met niemand, dat verzeker ik je. Dat weet je zeker? Ja, dat weet ik zeker. Zei hij dat? Ja, dat heeft hij me beloofd. Goed, hè? We praten er morgen van over. Ik bel je nog wel. Nee, 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 dat doe ik niet! Steek! Samen naar Amerika gaan. Ik wou dus voorstellen om vanmiddag... Wij? Ja, wij. Nee, Cliff. Ik heb je gezegd dat... Ga met me mee, Sarah. Doe het voor mij. Als dat de reden voor je is, ik smeek het je. Ik wil dat je met me meegaat. Kijk maar. Je koele zelfverzekerde plukloos. Je stoot je benauwd. En weet mijn god niet wat er van terecht moet komen in dat grote New York. Ik heb je nodig. Ik heb je nodig voor altijd. Natuurlijk haal je het, Sarah. Op tijd. En je zult er nooit spijt van hebben. Nooit. Dat beloof ik je, Sarah. Liefste.